Koninginnedag 2011. We doen een rondje door de provincie, want heel Brabant kleurt oranje. En we beginnen bij ja, de... Ja, kut! Wat? Ja, stop maar. Je hebt niks oranjes aan. Is niet voldoende. Nee, overnieuw. Koninginnedag 2011. We doen een rondje door heel Brabant, want de provincie kleurt oranje. Het was ook het eerste wat ik aandeed vanochtend. Ja. We beginnen bij de Obade in Willemstad. Waardeloos acteur. Naar Willemstad genoeg. U zong uit volle borst. Ik zong uit volle borst mee. Is dat ook een beetje eigen trots dan hier? Tuurlijk. Ja? Trots op Willemstad. Nou, hier in Willemstad gaan ze nog wel even door. Wij gaan naar Breda, naar de Vrijmarkt. Oh, leuk. Nou, kom op. Wel wat enthousiaster. Misschien vinden we er wel wat voor je. Ja. Ben je boos of zo? Nee. Hoe lang ben je al bezig? Een kwartier. Nog geen last van je oren? Nee. Oké, ga dan maar lekker door. Mevrouw, wat koopt u nou? Ik koop een broek voor mijn zoon. Past die wel? Ja, dat denk ik wel. Maat 98 gaat wel. Maar hij is er niet bij om te passen? Nee, dat hoeft niet. En wat kostte dit exemplaar? €2. Dat is geen geld, hè? Nee, toch? Leuk, hè? Dit is een puzzel voor mijn moeder. En voor wie is die? Voor mijn moeder. Mag niet veel kosten dit jaar. Dit is gewoon een leuk heitje erbij, hè? Wat kostte het? Ik heb zelfs een hele euro uitgegeven. Voor uw moeder? Nee, dat is er erbij. Ze krijgt nog meer. Oké. De Vrijmarkt in Breda gaat nog wel even door, maar wij moeten razendsnel naar Vught. Ja. Dus... Nou, we pakken de auto even op. Zou kunnen, maar misschien is dit sneller. Nee, dit is niet goed. Nee, dit lijkt in de verste verte niet eens op Vught. Opnieuw doen? Dat zou ik maar doen, ja. Eindelijk goed. Maar wat valt er eigenlijk te doen? Een braderie! Gezellig. Is het vandaag nou gewoon even lekker snacken of denkt u ook nog even aan het Koningshuis? Ja, vanmorgen even gekeken naar het Koningshuis. En daarna is het snoepen geblazen. Een beetje. Snoepsen. Ja, dankjewel. Weet je wat ik nou nog echt mis, Leon? Nou? Een feestje om het echt af te sluiten. En waar gaan we dat dan weer doen? Dat kan in Eindhoven. Ja, en zo'n feestje bedoelde ik hier bij de TU in Eindhoven. Een Hollands festival, Oranje de gekste. Al die handen mogen klappen, kom op. Jullie zijn op televisie! Dankjewel! Nou, een prachtig slot voor een hele mooie dag. Leon, deze is nog voor jou. Proost op de koningin, mensen! Hey!